Ah. Ik zit hier met Dries, Dries Flippo, de producent van de film Mijn Vader is een Sossis. En we gaan even een kort leuk gesprekje hebben. Hè? Fijn. Proficiat, eerst en Dank vooral. Je wel. Het is een Dank. Heel toffe film. Heel blij mee. Ja, het is echt een familiefilm. Hè? Ik heb hem nu al 2 keer gezien en het is inderdaad echt een feel good. Ik heb er nog wel warm van. En ik had een interview gezien van u voor Lim, denk ik. Op YouTube staat dat, waarin je zegt dat je het heel belangrijk vindt dat producenten van het prille begin van een film eigenlijk betrokken zijn. Was dat dan bij deze feel good ook het geval, dat je echt al direct... Ja, het is eigenlijk zo, de film is gebaseerd op een Frans kort verhaal. Mon père est une saucisse, vandaar die titel was zo geweldig dat we die ook gewoon gehouden hebben. Uiteraard hebben we die omgezet naar het Nederlands, mijn vader is saucisse. Alleen al het gebruik van saucisse in een titel werd gewoon fantastisch. Dus ik bedoel, dat boekje is naar ons gestuurd. Mm-hmm. En eigenlijk is toen dat, heeft Jean-Claude dat boek gelezen. Jean-Claude van Rijck, hem mijn venoot in een private view, die ook scenarist van de film is. En hij was zodanig weg van dat kort verhaal dat hij zei van, hier zie ik ontzettend veel mee. Is ontzettend veel mee te doen. Uiteraard, dat kort verhaal was eigenlijk het eerste deel van de film. Dus de twee laatste delen heeft Jean-Claude er zelf bij verzonnen. Maar dat is natuurlijk leuk om zoiets tot stand te zien komen en daar dan aan te werken. En toen dat we Anouk erbij betrokken hebben, zijn we dan ook internationaal naar een aantal markten gaan, wat dat we eigenlijk zagen dat mensen daarop reageerden. En wat we altijd hoorden, is dat het verhaal zeer universeel is en eigenlijk voor iedereen aanspreekt. Dus het is onwaarschijnlijk een klein verhaal, maar wat daar zoveel in zit en wat mensen zich zodanig in herkennen. De film, allez, ik had de kortfilm van Anouk al gezien, Drôle d'oiseau. En als ik dan de film zag, Mijn vader is een saucisse, zag ik wel veel gelijkenissen tussen de vader- en dochterrelatie. En hebben jullie dan daarvoor heel specifiek voor Anouk gekozen of was het eerder... Het klopt inderdaad dat we haar kortfilm gezien hebben voordat we haar gevraagd hebben. Dus we wisten een beetje haar gevoeligheid, haar, de manier waarop dat ze met bepaalde thema's omging. Is het omwille van het feit dat het hetzelfde was? Nee, er waren raakpunten. En je zag duidelijk dat dingen zijn die Anouk ook wilde vertellen als regisseur. Maar waarvoor dat we Anouk voornamelijk gevraagd hebben, is omwille van haar... Ja, zij heeft iets, een bepaalde gave, waarmee dat ze dingen kan omzetten naar beelden die ontzettend goed werkt. Ja, dus het is eigenlijk daarvoor dat we haar gevraagd hebben. En ongeacht het feit dat dan voor haar een debuutfilm was, hadden we zoiets van, ja, ik bedoel, als mensen iets in een scenario vinden en daar iets voor voelen, dan komt dat ontzettend goed over op het scherm. En ik bedoel, die klik was er. Die klik had dan ook met scenario. En uiteindelijk hebben we dan gezegd van, oké, laat ons dit samen doen. En daar is vlak. Er zijn meerdere stereotypen niet, maar rollenpatronen doorbroken. Want de mama is degene die daar heel veel werkt en heel veel in het buitenland zit. En dan de vader en de dochter. Is dat ook iets dat jullie heel bewust... Het is niet bewust. Nee, bewust hebben we dat niet gedaan. Dus natuurlijk, die rollenpatroon, het is leuk om daarmee te spelen. En als je dat kan omdraaien, dan is dat altijd fijn. Ik bedoel, ook de moeder die inderdaad heel veel naar het buitenland is en er eigenlijk heel weinig is, heel het gezin verandert uiteindelijk naar aanleiding van de film en van hetgeen die gebeurt. En dat is gewoon zo mooi om te zien. Tijd voor de cinema's om open te gaan, denk ik dan, hè? Voilà, dankjewel. Dankjewel. All right.